Zo, we zijn vertrokken voor het vervolg op de intro tot Lightroom. Dus dit keer zullen we Lightroom bespreken aan de hand van het scherm wat ik deel. Als we Lightroom opstarten, dan zie je uw eerste scherm. Ook als je Lightroom als eerste keer gebruikt, zal waarschijnlijk iets in deze zin te zien krijgen. Hier van boven, rechts van boven, heb je de verschillende tabs. Dus je hebt de Library tab, wat eigenlijk uw catalogus bevat. Je hebt de Develop tab, waarbij dat je een bepaalde afbeelding zal gaan bewerken. Je hebt map, wat eigenlijk voor geolocatie, geotagging van foto's dient. Je hebt boek, slideshow. Dat zijn opties om, dus zowel boek, slideshow, print als web zijn opties om je foto's te exporteren. Bij boek ga je foto's gaan klaarmaken om in een album te gaan printen. Slideshow om een slideshow weer te geven op computer, televisie en dergelijke meer. Print voor het afdrukken van één specifieke foto, dus voor het versturen van die foto naar je printer. En web dan vanzelfsprekend voor het maken van een online portfolio van uw foto's. Nu de eerste, of eigenlijk beter het tweede filmpje rond Lightroom, dus het eerste filmpje waarbij dat we het scherm gaan delen, gaat dan over uw catalogus. Voordat ik zal vertellen hoe we die foto's in onze catalogus krijgen, wil ik nog snel even het beeld verder overlopen. Dus hier hadden we de verschillende tabs om van modi te wisselen. Hier hebben we details rond de foto. Deze tab gebruik ik persoonlijk zelf nooit. Je kan die wegklikken zo. Dan verdwijnt hetzelfde met die tabs bovenaan. Je kan die volledig wegklikken om zo uw scherm volledig te gaan gebruiken. Hier van onder heb je nog een filmstrip. Die filmstrip vind ik zelf handig als je bijvoorbeeld deze foto vergroot. Dan heb je hier onderaan nog altijd je filmstrip, dus je thumbnails. Verder heb je dan, dit is ook een belangrijke tab. Hier zie je een als je bijvoorbeeld naar de 1.1 vergroting van je foto zou gaan, dat is met de Z-toets. Dan ga je naar een 1-op-1 weergave van je foto. Dan zie je hier nog altijd in deze preview je totale beeld. En ik heb nu de Z-toets gebruikt om naar 1.1, dat is hier 1.1. Zie je hier van boven. Als ik terug naar Fit ga, dus dat is met de Z-toets toggel ik. Dus de navigator, de catalogus, de folders is ook van belang. Dus we hebben een aantal folders. Dit is een harde schijf waarop een aantal folders zijn. Je ziet dat ik zelf de folders opdeel in datum. Dus in 2015, 2016, op die dagen, bijvoorbeeld de 22 januari, ben ik naar het motorsalon geweest. Dat zijn de foto's die we hier zien. Dus dat waren deze foto's. Dan heb ik nog een aantal andere mapjes. Collecties, je kan ook collecties maken. Dat zijn verzamelingen in de zin van alle foto's die ik 5 sterren heb gegeven, bijvoorbeeld. Dat zijn een soort van slimme collecties. Dus los van het feit dat je foto's in een bepaald mapje plaatst, kan je ook collecties maken. En die collecties kunnen gewoon genoemde collecties zijn waarbij je zegt van die en die foto. Of dat kunnen automatische collecties zijn. En dan de Publish tab, die zit hier. Zeer, zeer handig. Dan kun je foto's exporteren eigenlijk naar harde schijf. En dan, ik heb hier, zoals je ziet, twee opties voor de harde schijf. Ik heb één die de foto's naar de juiste resolutie omzet voor naar Google Foto's te uploaden. Ik heb een ander die de hoge resolutie JPEG-bestanden exporteert bijvoorbeeld. Dan heb ik een Facebook-plugin. Dus daarmee kan ik de foto's op Facebook gaan publishen. Ik heb ook een Flickr-plugin waarmee dat ik foto's kan publishen naar Flickr. Nu, om die foto's hier in Lightroom te krijgen, als je een geheugenkaartje zou plaatsen in de computer, kom je automatisch in de Import-tab terecht. Dus dan kun je hier Import, dus File, Import, Foto's en Video. Ik heb zelf alles in het Engels staan. Puur voor het gemak, als je dan online op zoek gaat naar informatie, dan is die vaak ook in het Engels, dan kan je gemakkelijk bepaalde opties gaan terugvinden. Nu, als je dan een tab zou geselecteerd hebben die buiten uw Lightroom-collectie ligt, dus laat mij deze tab bijvoorbeeld eens nemen. Dit zijn foto's die zich nog niet bevinden in Lightroom. Als je nu een tab had geselecteerd, zoals, of een folder had geselecteerd, zoals hier. Laat ons zeggen deze. Als ik daar de nieuwe foto's van bekijk, is dat volledig leeg. Omdat al die foto's al bestaan in de Lightroom-catalogus. Als ik alle foto's dan aanvink, dan zie je dat hij wel die foto's weer heeft. Maar ik kan ze niet importeren om de eenvoudige reden dat die al geïmporteerd geweest zijn. Dat
Dat zijn RAF-bestanden. RAF is het rauwtype bestand voor Fujifilm. Nu, als we teruggaan naar de Artwork folder, dus dat is een folder. Nu, dit is een folder op mijn harde schijf, maar dat kan even goed een folder zijn, of een geheugenkaartje of iets dergelijks. Ik heb nu gewoon puur ter demonstratie een folder op mijn harde schijf genomen. Dan kan je hier, zie je je thumbs, je kan met de plus en de min toetsen op je keyboard, kan je die thumbnails groter en kleiner maken. Je kan alle foto's hier check all of uncheck all. En je ziet heel snel als je wilt een aantal, bijvoorbeeld ik wil enkel deze. Met de comment, dus als je met de comment, dan kan je bepaalde foto's eruit halen. Terwijl als je met de shift, dan selecteer je deze. Met de shift deze, dan selecteer je heel de range van al die foto's. Als je dan een selectie hebt gemaakt en je vinkt hier aan, dan zal die automatisch alles aan of uitvinken wat op dat moment geselecteerd is. Bij het importeren kun je verder, laat ons even ene. Je kunt smart previews beelden, dat zou ik aanraden. Dus dat maakt dat je sneller previews zult laden. Dat vraagt iets meer data, maar dat versnelt de manier waarop je kunt werken met Lightroom. Don't import suspected duplicates. Dat zal voorkomen dat er duplicaten in de folder terechtkomen. Ik moet wel eerlijk zijn, ik heb er al problemen mee gehad. En die zijn dat er soms bepaalde foto's gewoon missen uit mijn catalogus. En dan blijkt dat bij import ook niet zichtbaar te zijn, gewoon omdat dit aanvinkt. Terwijl dat foto's eigenlijk wel uniek waren. Dus ik weet niet goed op basis waarvan dat in principe gebeurt. Maar ik heb al gemerkt dat dat niet altijd optimaal is. En dan toevoegen aan de collectie, dan kun je al een bepaalde collectie gaan maken. Die collectie staat dus los van de folders. Waarin dat die terechtkomen en gaat dan meer over een soort van album dat je al maakt, waarmee dat je al die foto's kunt terugvinden. Je kan ook keywords toevoegen. Met die keywords hier kan je dan achteraf de foto's vinden. Als je dit zou doen op basis van een folder die niet op uw schijf staat. Kan ik dat hier weergeven? Als je dat van een SD-kaartje doet, vanaf een SD-kaartje, dan zou je hier de optie zien om de map te selecteren waarin dat uw foto terecht zal komen. Dus dat is de map, dat is eigenlijk de map die hier bij mij, Lightroom Collection, dat zijn die mapjes. En dan kies je om die op datum of dergelijke te gaan plaatsen. Nu, op dit moment moet ik geen foto's importeren, dus dit zal ik annuleren alvast. Als je foto's geïmporteerd hebt, dan heb je hier dus je collectie. Ook hier kun je met de min en de plus je foto's gaan of je thumbs gaan vergroten of verkleinen. Als je een foto selecteert, dan kan je met de i, zie je hier van boven, nu staat daar niks, maar met de i-toets kan je daar informatie tonen. Ik vind zelf de belichtingsinformatie, dus een 60 van seconde diafragma 2.8 ISO 400 vind ik zelf, en de lens ook, vind ik zelf het interessantste om weer te geven. Ook als je bepaalde foto's, als je wil concentreren op de foto, kan je de L-toets gebruiken. En die heeft een aantal modi, zo zie je de rest minder goed, maar je kan ook volledig zwart gaan, dus dan zie je enkel nog je foto in beeld. Dan neem je de aandacht minder weg van je eigenlijke foto, kun je beter je foto beoordelen. Vergelijkbaar kan je ook de F-toets gebruiken om fullscreen te gaan. Dan zie je ook enkel de foto. Voor de rest, dus de Z is ook een leuke. Als je hier die thumb bekijkt, dan zie je, kan je 1-1 weergeven. Wat een 100% vergroting is van de foto. En dat kan je met de Z-toets doen. Dus hier van onder zie je nog altijd al uw foto's. Met de pijltjes kan je daar doorheen bladeren. Die is overbelicht. Die kunnen we straks eens proberen. Ja, we hebben eigenlijk een goede versie daarvan. Met de C kan je vergelijken. De C plaatsen we in compare-modus. Dus dan zie je dat van die twee foto's,
kan je die mooi naast elkaar zetten. Opnieuw met de L kan je de omgeving weghalen om je beter te kunnen concentreren op de foto zelf. Nu hier is het niet moeilijk, hè. Hier gaan we natuurlijk voor de best belichte foto. Je kan ook, als we teruggaan naar... Dus wat je typisch doet in je catalogus, is zo, als we straks, niet straks, met een volgend filmpje naar de develop modus gaan, dan gaan we die foto's gaan bewerken, maar Lightroom is verstandig genoeg om je foto's zelf nooit aan te passen. Lightroom gaat in feite alle bewerking die je uitvoert op je foto's apart gaan opslaan, waardoor dan je foto's altijd origineel blijven op je bestandssysteem. Je kan trouwens folders, die folder, dat kan, dat is nu mijn Macintosh HD, maar dat kan even een externe harde schijf zijn. Je kan ook tijdens import kan je al aangeven dat je naar twee plaatsen wilt kopiëren, bijvoorbeeld. Nu, wat doe je vaak in de catalogus? Dan ga je foto's er gaan uithalen. Je kan werken met vlaggetjes. Je hebt hier een, als je een foto vergroot, heb je hier een vlag. Of je die wel of niet goed vindt, met de U kan je die vlag afzetten. Met de X kan je die markeren als een, dat is die zwarte vlag hier, als een foto die je niet wilt behouden. Kijk, en dan zie je ook hier onderaan dat die foto grijs komt te staan. Met de pijltjes kun je navigeren. Als je heel snel, dus als je in plaats van vlaggen te gebruiken, als je echt veel verfijnder wilt gaan, ratings gaan toepassen, maar heel verfijnd, dan kan je met die sterretjes hier werken. Dus hier heb ik nu 5 sterren gegeven. Dat komt overeen met de 1, 2, 3, 4 en 5 en zelfs de 0 van op je keyboard. Als je de shift ingedrukt houdt, dus hier heb ik nu, ik had die al op 5 staan, maar de volgende afbeelding hier, deze 3 hier bijvoorbeeld, die vind ik minder interessant als ik daar nu 1 ster aan geef. Zie je, dan kan ik met de shift en 1, shift en 1, shift en 2, kan ik die shift en 1... Met mijn fullscreen... Dus met de shift en... Eén heb ik hier nu sterren toegevoegd aan mijn afbeeldingen. Ik zal die terug wegnemen. Maar zo kan je dus ook afbeeldingen gaan sorteren. En als je dan hier die filters gebruikt, dus als we terug naar het overzicht gaan, dan kan je hier... Ik werk persoonlijk met die vlaggetjes. Die zie je hier staan overal. En dan kan ik hier een filter selecteren waarbij dat alles wat gevlagd is weergeven. Dan zie je dat dit zijn de foto's die ik geselecteerd heb uit die reeks. Maar je zou daar perfect ook kunnen gaan filteren op een bepaalde rating. Dus unrated of rated met een bepaald aantal. Hier rated met een bepaald aantal sterren. Rated en dan zeg je alles wat groter is dan hier van onder. 3 sterren bijvoorbeeld. Nu, ik heb nu toevallig ook al de foto's met een vlaggetje 5 sterren gegeven. Maar dat is in feite het filter gebeuren, dus dan kan je gemakkelijk concentreren op een bepaald aantal foto's. En met die foto's kun je dan naar de develop tab gaan. De volgende tab is de develop tab. Ik denk dat we voor de library tab de meeste dingen wel opgesomd hebben. Nu als er nog dingen... Als jullie specifieke vragen hebben, aarzel ook niet om mij, om mij die vragen te stellen. Ik ken ook niet alles. Ik leg hier vooral uit wat ik zelf heel vaak gebruik, wat ik zelf handig vind. Als jij ook Lightroom gebruikt en je hebt een heel handige techniek, je hebt iets in je workflow dat je heel vaak gebruikt en je ziet dat hier niet direct terug in de manier waarop dat ik door mijn catalogus ga, dan mag je me dat zeker laten weten in de comments. En dan zal ik dat zeker bekijken en zien of we dat kunnen opnemen. Ik heb van de sneltoetsen heb ik denk ik de meeste wel opgesomd, of de belangrijkste toch. Stel nu dat je een bepaalde foto wilt ontwikkelen. Dus laat ons zeggen, die eerste hier, als ik hier op de D, dan kom ik automatisch in de Develop tab terecht. En in de Develop tab kan ik opnieuw door mijn foto's bladeren. Die was iets aan het inladen. Met de pijltjes toetsen.
Heb hier opnieuw van onder die geselecteerde foto's weer met die filters. Ik gebruik nu enkel weergave van de gevlagde foto's. En heb hier alle tabs om je foto's te gaan ontwikkelen. Nu, hoe je je foto's best kunt ontwikkelen en de tips die ik daar rond heb. Je hebt hier een historiek en je ziet dat ik hier al een aantal dingen gedaan heb met die foto. Hoe en wat zal ik in een ander filmpje laten zien, want het is zeer uitgebreid en we zijn nu eigenlijk al langer dan de gebruikelijke 10 minuten bezig met onze bespreking van de catalogus. Dus we zullen hier afronden. Bedankt voor jullie aandacht en tot binnenkort, tot in het volgende filmpje.